Veerle, jij kondigt Alexander aan. Ja, dan is het nu het, we geven nu het woord aan Alexander. Hij gaat het hebben over de ringparken, zoals gezegd, en we splitsen dat op in twee deeltjes. Ringparken, we zullen eerst in het noorden beginnen, of zelfs in het westen, en dan afzakken naar beneden. En dan hebben we dus even tijd voor reflectie en vragen. We hebben een aantal vragen voorgelegd aan Alexander, en in de loop van zijn presentatie zou hij daar moeten op antwoorden. Oké. Goedenavond, beste mensen. Ik wens jullie een frisse en ontspannende woensdagavond toe. Dank je, Veerle, voor de introductie en dank u om de kans te krijgen om te mogen jullie wat een update geven over de leefbaarheidsprojecten in de ringzone. Ik ben nog even een aantal technische zaken aan het oplossen en ondertussen kijken we natuurlijk naar de slide die jullie zeer goed kennen. En ik denk dat een van de belangrijke zaken die, naarmate we dit... Dit is een referentiebeeld. Het is een belangrijk beeld. Het is een diagramma. Het is een wens. En wij gaan daarvoor. Maar dus mijn mandaat is, en wat wij op werken, is echt het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de ringzone. En dat gaat over ecologie, dat gaat over multimodaliteit, dat gaat over parkruimte en een heleboel andere en aanpalende zaken. En uiteraard is de overkapping daarvoor een van de primaire middelen, maar ook niet het enige. Alhoewel, inderdaad, zoals Wim zei, in het toekomstverbond 1,5 miljard is besteld, ga je daarmee ook deze figuur niet waarmaken. Dus de figuur waarbij die vandaag aan het tot stand komen is, is daar een belangrijk deel van, maar niet volledig. Die figuur is geen biljartlaken, maar is een sequence van grote en zeer interessante stedelijke groene ruimtes die van elkaar verschillen, die op elkaar aansluiten, die wel een grote continuïteit maken, een heel grote park maken, allemaal samen opgeteld. Maar die wij focussen eigenlijk in toenemende mate niet op de continuïteit die de ring zelf biedt, maar op de continuïteit die je met de stad kunt maken. En wij weten dat het project van de leefbaarheid over de ringzone pas gelukt is als je eigenlijk niet meer nadenkt over de ring. Als de ring niet meer centraal staat in je denken. En dat is eigenlijk, denk ik, de missie. Als we daar kunnen komen, dan zijn we goed bezig. Wat u hier ziet, is even toegelicht in het begin. Op de linkerkant zie je de werkwijze. Wat is de werkwijze geweest? We hebben, en dat is een zeer intens proces geweest. We hebben met een zestal ontwerpteams getracht om overal in de ringzone goede, interessante leefbaarheidsprojecten te identificeren die elk op zich een stukje van de grote visie zouden kunnen verwerkelijken en concretiseren en beter maken en meer invulling geven enzovoort. We zijn uiteindelijk met een dertigtal puzzelstukken gekomen, die ook miljarden kosten als je die allemaal optelt. En dat is een manier eigenlijk om tot een optimale keuze te komen over de besteding van 1,25. Dus dit was de methode. Dus wat je doet is vergelijkend. Je hebt zes koekjes en je kiest de drie die er het lekkerste uitzien. Dat is nu echt heel simplistisch en dom gezegd. Maar je verstaat wat ik bedoel. Door die 30 stukken met elkaar te vergelijken, hebben we eigenlijk een 18-tal kunnen laten ontdekt welke 18 het meest bovendreven. En die zijn dan geselecteerd. En die ziet je op de rechterkant. Die 18 stukken, dat zijn stukken die onder meer, dat ziet je op het noorden zitten, maar ook op het zuiden, eigenlijk over de hele ring. Zeker niet enkel op de zone van Oosterweel. Ik ga naar de volgende slide. Ja. Dan zie je even links hier, hebben we die 18 gerepackaged, hebben we die heropnieuw verpakt. In een andere manier samengebracht. Hè? Want dat sommige puzzelstukjes waren een beetje klein, andere waren wel groot genoeg. We hebben die eigenlijk getracht om daar een orde aan te brengen. Dat is eigenlijk 8 bouwprojecten voor leefbaarheid. 8 bouwprojecten voor leefbaarheid. En die ziet je hier. En we gaan straks gewoon één voor één ze allemaal bekijken. Waar staan ze? En hoe zijn we daarmee vooruit gegaan? Dus dat is eigenlijk het gros, 99% van die 1,25 miljard, wordt geconsumeerd door die 8 bouwprojecten voor leefbaarheid, grotendeels parkprojecten. Daar staat boven 7 ringparken, inderdaad, en dan de Scheldeverbinding. Dan hebben we nog een klein beetje bedrag overgehouden om eigenlijk toch al studies op te starten voor het vervolg. Want we hopen natuurlijk dat het hier niet eindigt,
Ik denk dat het zou fijn zijn moesten wij claims kunnen maken of moesten wij kunnen de Vlaanderen overtuigen om meer fondsen vrij te maken voor een volgende fase. Ik denk dat dat ook in functie zal staan van het goed besteden van de huidige. En daar wil ik ook alles aan doen dat wij dit zo goed mogelijk besteden. Maar er zijn dus studies voor het vervolg, die zie je op de rechterzijde. Daar gaan we vandaag niet op in, maar dat gaat over de studie voor de tunnelveiligheid voor het gehele ondertunnelde systeem. Dat is een belangrijke studie voor de multimodale knopen. Dat is eigenlijk ondertussen voor een stuk opgenomen. Daar ga ik straks over spreken. Studie water en energie is afgerond. We hebben onderleggers voor water en energie voor de gehele ringzone uitgedacht. En dat gaat natuurlijk erover dat als je het niet meer over de snelweg wilt hebben, dan moet je het over de andere systemen kunnen gaan hebben. Hier zie je dat die 8 projecten plus die studies, wij doen die niet in een vacuüm. Die gebeuren met een groot masterplan. Ik kan er geen ander woord voor vinden. En dat zie je hier. Die masterplan is uit een aantal lagen opgebouwd. Deze laag is ademruimte. En dan zien we eigenlijk dat we in die ringzone toch naar een 3-tal heel grote parken gaan. Het Landschapspark West, Borgerweert op Linkeroever. Het zuidelijke landschapspark, wat eigenlijk van heel veel binnen- en buitenstadsparken met elkaar kan verbinden. En dan het noorden, noordoosten, eigenlijk een continue figuur, Park Rivierenhof, en dat eigenlijk doorgetrokken wordt op en langs de ring en helemaal doorgaat tot oude landen. En dat is een belangrijke laag van de masterplan. En dan kan ik u wel melden dat eigenlijk dat we toch een grote delen van deze figuur eigenlijk dat die nu besteld zijn. Zeker voor het noordoosten en het westen. Next. Ik zal zelf schakelen. Ja, dus een andere laag van dat masterplan betreft de multimodale stromen. Dus die ring dient inderdaad niet enkel voor auto's. Wij moeten ook de focus en onze aandacht van die auto's op die andere modi gaan brengen. Daar moeten we de grote winsten nu halen. Dus ook daar zijn elementen van een masterplan voorhanden. Het maken van de stad, dus niet op het park, niet op de ring, maar daarnaast hier en daar die stad afwerken. Dat is een taak die bij de stadsbouwmeester ligt nu. En tenslotte, de laatste. Nog eentje terug ga ik even. Ja. Het feit dat je op bepaalde plekken, je ziet hier waar dat is, aan het Scheldebalkon, dat is hier, aan de stations Zuid, Berchem, Luchtbal en hopelijk ook Schijnpoort, dat zijn toch plekken waar de bovenlokale functies en die grote multimodale knopen straks een plaats krijgen waar dat park ook weer stad wordt. En als je die samenlegt, dan kom je eigenlijk naar deze figuur waar het masterplan is, waar alles samen is. Ik geef nu graag het woord aan het Team West. Dat is verschillende studiebureaus, maar belangrijke key design partners zijn bureau omgeving, samen met bureau urbanisten uit Rotterdam. En zij zullen nu toelichten hoe er verder gewerkt is op het geselecteerde aantal puzzelstukken op West, op Linkeroever. Oké. Zoals Alexander al daarnet zei, toen we in 2018 onze studie voor Ringpark West afronden, zijn er een hele hoop projecten uit tevoorschijn gekomen, ontdekt, nieuwe projecten. En daarvan zijn eigenlijk de bovenste 3 hier. Het voltooien van het fietsnetwerk, de stille bermen van Zwijndrecht en de stille bermen van Linkeroever. Die zijn eigenlijk nu opgenomen in het Ringpark West. De andere 3 projecten, want we hadden er in totaal 6. Het regionaal park fase 1, dat is eigenlijk de programmatie van het nieuwe landschapspark. Dat zit niet in het Ringpark West, maar dat wordt intussen wel opgenomen door ANB. Het regionaal park fase 2, dat ging dan eigenlijk over de grote overkapping tussen het Rot en Vlietbos. Dat is als reserveproject geselecteerd. En dan de laatste, de Scheldebrug. Dat is eigenlijk een beetje een speciale tussen alle ringparkprojecten. Die is eigenlijk een afzonderlijk traject beginnen lopen met de Vlaamse Waterweg, waar dat wij ook nu nog verder voor adviseren. We zullen starten met het geluidsproject. Dus ons studiegebied dat spant zich op tussen aan de rechterkant Linkeroever, aan de linkerkant het centrum van Zwijndrecht en onderaan Burgt. Dus eigenlijk voor Burgt hebben we eigenlijk een geluidslandschap ontwikkeld. Dat eigenlijk van aan de Krijgsbaan loopt tot aan de Kennedy-tunnel. Voor Linkeroever van aan de Kennedy-tunnel tot aan de nieuwe Oosterweeltunnel.
En dan voor Zwijndrecht eigenlijk rondom rond. Dus terug van aan de Krijgsbaan tot helemaal in het noorden, langs de E34. Dit is eigenlijk het principe dat we daarvoor hebben toegepast. De linkeroever is wel helemaal anders dan de rechteroever waar het de ring ligt. Daar ligt de ring niet verzonken, maar daar ligt hij op het maaiveld of soms nog een beetje verhoogd. Het idee was dan ook van, ja, als we hem niet kunnen verdiepen, dan gaan we het landschap maar naar omhoog trekken. Daardoor hebben we eigenlijk nieuwe stijlen talus gecreëerd. Een beetje zoals hier in Borgerhout nu ook een proefproject is opgestart. Die eigenlijk het geluid moeten reduceren van Burgt en Zwijndrecht met 10 dB. Op bepaalde plekken, zoals je rechtsonder kan zien, waar het er geen plaats is, maken we gebruik van schermen. Hier zien we eigenlijk een van die glazen schermen. Dus eigenlijk deze is de kant Zwijndrecht dat je ziet aan de rechterkant. En dan aan de linkerkant dan zie je eigenlijk de eerste mock-up, eigenlijk een soort van proefopstelling die daar momenteel ook te bezichtigen is aan de Park & Ride op Linkeroever. Hier zijn we eigenlijk ook in geslaagd om bij de huidige aanneming van de infrastructuur die Ring K1 uitvoert, om daar eigenlijk die verhoogde glazen schermen al in te steken. Dus oorspronkelijk waren die in het plan voorzien van 4 meter. En wij hebben die eigenlijk kunnen verdubbelen vanuit het leefbaarheidsproject. Dus het leuke daaraan is dat die ook vandaag de dag al gerealiseerd worden. De fundering die staat er al voor een heel groot stuk. En wij zijn nu nog bijkomend aan het onderzoeken hoe dat we daar eigenlijk nog altijd die zonne-energie uit kunnen opwekken. Dan het bermenlandschap. Hier zie je twee profieltjes ervan ter hoogte van het rot. Hè, waar dat we eigenlijk ons altijd vasthouden aan die 8,5 meter van de snelweg. Echt puur voor geluid. Maar dat we soms ook wel nog een klein beetje hoger willen gaan. Verder voor uitzichtpunten te creëren en eigenlijk ook voor een heel interessant landschapspark te ontwikkelen. Op deze plek, dat is eigenlijk de knoop West. Waar je hier rechts achteraan de Schelde ziet, waar het de Kennedy-tunnel zit. En eigenlijk dit verkeerscomplex, dat is eigenlijk ook binnen de werken van Landis, gereduceerd tot een compacte knoop. Waar dat we eigenlijk een heel grote ruimte, nieuwe ruimte krijgen. Die vandaag binnen de snelweg zit, maar die dus nu een vrije ruimte wordt. Ook volledig afgebakend met dat geluidslandschap. Waardoor dat eigenlijk een aangename plek wordt om te recreëren. De bedoeling is dan ook dat we daar eigenlijk op termijn een meer actieve functies gaan concentreren, waaronder klimmen, mountainbiken, zo al die dingen die moeten daar een plek kunnen krijgen. Dan het fietsnetwerk zelf. Dus daar gaan we aansluiten op de fietsnelweg richting Zelzaten. Dat is de rode lijn langs de E34. En een heel belangrijke is ook de fietsnelweg richting Gent. En dan hebben we daar ook nog het lokale netwerk van Burgt dat we ook willen aansluiten. De belangrijkste gebaar dat we daar gaan realiseren in dat fietsnetwerk is uiteraard het sluiten van het ringfietspad. Dus eigenlijk ter hoogte van de nieuwe Schelde-Oeververbinding, ter hoogte van de Kennedy-tunnel, trekken wij eigenlijk het ringfietspad door, helemaal tot in het noorden, tot daar aan de Oosterweeltunnel. Zodat eigenlijk al die radialen die op de stad toekomen, op rechteroever, linkeroever, dat die door die fietsring goed verbonden worden. Hier zien we zo een deel van het nieuwe ringfietspad. Dus dat wordt een fietspad van 6 meter breed. Hier aan de linkerkant geflankeerd door het geluidsscherm. En hier zitten we eigenlijk onder de bruggen van de Blaanse Vloerlaan. We zien ook hier dat we hebben vooral dat fietsnetwerk, zeer belangrijk. Maar ook hier, plaats voor de ecologie, om eigenlijk heel het verhaal van het rot, die natuurwaarde van daar, te gaan verbinden met de Burgtsweel van Burgt. En nog drie belangrijke punten vanuit het fietsnetwerk. Dat zijn eigenlijk de fietsbrug ter hoogte van over de E17 die Burgt en Zwijndrecht moet gaan verbinden. Dan eigenlijk centraal in het projectgebied tussen Trot en Vlietbos een nieuwe fietsbrug. En eigenlijk onderaan nummertje 3 de parkpassage die eigenlijk de nieuwe Schelde-Oeververbinding eigenlijk daarover de snelweg gaat brengen. Iets voor de Kennedy-tunnel. Dit zou de brug van de E17 moeten worden. Dus aan de linkerkant zie je Burgt, hier verstopt achter een groene berm van 8,5 meter hoog. Dus die geluidsberm. En aan de rechterkant het glazen scherm van Zwijndrecht. En daartussen spannen wij eigenlijk een nieuwe fietsbrug op, die ook op zich ook volledig geluidsdicht is. Dus die 10 dB geluidsreductie voor beide kanten, die blijft altijd het voornaamste belang.
Hier zien we dan de fietsbrug tussen bovenaan het Rot en hier onderaan het Vlietbos. Dat is eigenlijk een van de reserveprojecten. Het reserveproject dat eigenlijk aan de rechterkant van het ecoduct, dat zou daar ooit kunnen gerealiseerd worden. Maar we hebben daar ook binnen ons team voor beslist om daar vooral al niet op te wachten. En eigenlijk de fietsbrug, die dan noodzakelijk bleek te zijn door een verschuiving in het fietsnetwerk, aan te grijpen, om daar eigenlijk echt ook een stevige parkverbinding van te maken. Waar dat we eigenlijk dus die fietser, maar eigenlijk evengoed alle recreanten tussen Linkeroever en Brugt kunnen gaan faciliteren. En de bedoeling, de ambitie was altijd van, je zou eigenlijk als recreant door dat gebied moeten kunnen lopen zonder dat je die snelweg gewaar wordt. En we denken dat we dat met deze verbinding toch al zeker op korte termijn kunnen realiseren. En dan als laatste de parkpassage. Dus hier rechtsbovenaan, daar wordt eigenlijk die nieuwe Schelde-Oeververbinding gerealiseerd. En dan komt er hier eigenlijk een heel brede overkapping van minimaal 60 meter breed, die dat die Brugtse Weel gaat verbinden met de rest van het landschappark, maar die ook eigenlijk het fietspad daar royaal de ruimte geeft om die snelweg te passeren. Dus weer met de ambitie dus dat je eigenlijk door Linkeroever gaat en eigenlijk die snelweg volledig vergeet. Wat is nu de voortgang van die projecten? We hebben een kleine uitschieter, dat is hier ter hoogte van Middenvijver, waar dat we hondenzwemvijvers gaan voorzien en ook het pad door het Rot op korte termijn, om eigenlijk zo de mogelijke hinder van de Oosterweeltunnel eigenlijk op ecologisch vlak direct te kunnen bijsturen. Dus door die honden uit het Rot te halen, kunnen die natuurwaarden daar veel beter tot z'n recht komen. Daar gaan we voor een vergunning van voor eind dit jaar. En de uitvoering is eigenlijk voor volgend jaar gepland. En dan het gros van de projecten. Dus eigenlijk de groene nummertjes, dat zijn eigenlijk de projecten in functie van de geluidsreductie. De rode zijn eigenlijk allemaal verschillende fietsprojecten. Dus daar gaan we eigenlijk voor het voorjaar van volgend jaar voor een vergunningsaanvraag. En die uitvoering die is dan gepland tussen 2022 en 2026. Dat loopt redelijk gefaseerd, omdat er momenteel ook Rinka 1, de aannemer, aan het werken is. En dat wij gaan kijken hoe dat we daar zo efficiënt mogelijk die projecten kunnen uitvoeren. Zonder de aannemer te hinderen en eventueel ook gewoon daar ook financieel profijt uit te halen, hè, dat bepaalde stukken, zoals bijvoorbeeld die glazen schermen in het verleden, dat die alsnog kunnen meegenomen worden in de huidige uitvoering. De derde dan, de omgeving van Brugt, dus daar de geluidsval. Daar zouden we voor een vergunningsaanvraag gaan voor 2022. Dat loopt iets trager, maar dat is ook nog afhankelijk van het proces dat we doorlopen. Dus er zijn nog een aantal procedures naar verwerving en zo, die in die zone momenteel lopende zijn. En afhankelijk van de snelheid daarvan zou het zelfs nog kunnen dat die ook nog in die vergunning schuiven van 2021. Voilà, dan ben ik kort door mijn verhaal gegaan, denk ik. Dank je wel. Dank je wel, Maarten. En ik ga direct verder gaan om zelf nog een aantal andere projecten, een aantal van de andere ringparken ook kort toe te lichten. Maar even ter samenvatting van datgene wat Maarten juist al toch met een zekere mate van detail begint toe te lichten. Je voelt hier, en natuurlijk als je een project begint uit te werken, dan gaat je in steeds verdere graad van detail. En dat vraagt ontzettend veel tijd en energie om dat allemaal een stuk per stuk juist te krijgen. Maar dat moet je wel doen, natuurlijk, voor je gaat bouwen. Want eens gebouwd, is het er wel. Zoals je in de laatste versie het getekend hebt. Maar daarbij is het de essentie voor mij van het project dat Maarten nu met omgeving en urbanisten aan het uitwerken is, is enerzijds het rondmaken van de ring voor fietsers. Dus de fietssnelweg die eigenlijk rondgemaakt wordt, ook op Linkeroever. Daarbij trouwens verknoopt met een serieuze multimodal hub, waarvan dat een parkeergebouw aan een tramhalte op die plek, in het midden van Linkeroever. En anderzijds het inkapselen van de snelweg, waardoor de geluidsoverlast en toch voor een stuk de luchtkwaliteit ook in die parkzone voor een groot deel weggewerkt wordt. Plus dat er kritische oversteken ontstaan over de snelweg, waardoor je eigenlijk een andere figuur krijgt die leesbaar wordt en die door de mensen kan ervaren en belopen en befietst worden. Dus die snelweg determineert niet langer alles. De geluidsoverlast valt weg
En in het circulatiepad krijg je een heel pak oversteken waar je het zelfs niet voelt, want je zit in een park terwijl je oversteekt. Dat zijn die soort van die brede groene bruggen of overkappingen die hij toelichtte. Goed, ik ga verder. Het verschil met... ik ga nog eentje terug. Dus Maarten en is omgeving en urbanisten zijn geselecteerd al voor dat project 8, dus Ringpark West. We hebben zo net een zeer interessante, maar zeer lange jury meegemaakt, eind mei, om teams aan te stellen voor alle grote ringparken op de Oosterweelverbinding. Dat zijn de vier die je hier ook aangeduid ziet: ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Loobrugdok en Schijn. In deze is de opdrachtgever voor de grote ringparken hier, voor die vier is de stad. Dus Atlantis moet natuurlijk gekend worden. En wordt ook gekend, er wordt heel nauw met Atlantis samengewerkt. Atlantis doet de onderbouw. Maar de bovenbouw, de inrichting, de uitbouw, dat is een stadsproject geworden. We hebben die teams nu geselecteerd. Helaas mag ik u die namen nog niet meedelen, omdat de procedure daarover nu lopende is. Maar de verwachting is dat zij aangesteld zijn eind deze zomer. En dan kunnen zij ook weer een vrij intens outreach- en participatieproces opzetten met jullie, zoals jullie dat nog misschien herinneren van 2018, omdat we dan een heel zware bestaffing hebben op elk van die projecten, omdat elke zone gewoon een eigen team heeft met tientallen mensen eigenlijk. En dan kunnen we beginnen heel hard doorontwerpen samen met jullie in een participatief traject. We willen op 1 jaar voor al die vier parken een goed voorontwerp hebben. Uiteraard, ik zeg het in dialoog met Atlantis. Maar wat ook belangrijk is, is dat je toch beseft, we vertrekken van een soort van Olympisch minimum. Dat ga ik u nu tonen voor elk van die vier. En dat is dan niet slecht. Ze vertrekken van een basis. Die basis die zit nu in de OVA en de omgevingsvergunning die eigenlijk is ingediend voor het gehele Oosterweelproject. Dus die vier parken zitten daar, zitten daarin. We zijn daarin getekend. Dat wil zeggen, daar waar er over kaps wordt, al zeker, dat staat er al mee in. En daar zijn wel parken ingetekend en die halen het Olympisch minimum. Maar nu willen wij met die nieuwe groep parkontwerpers nog een heel eind verder gaan en samen met jullie die helemaal gaan uitwerken. Goed. Het eerste park is dat van Noordkasteel. Ik ga jullie gewoon telkens tonen wat er nu in de vergunning zit en wat het vertrekpunt is dus voor deze teams. Dit is natuurlijk het Noordkasteel, dat ken je. Hè, dat is zoals het is. En dit is het Noordkasteel zoals het getekend werd toen wij in het dossier toekwamen. En ook wat een groot ruimtelijk pijnpunt was. En ook een bron van natuurlijk grote verontwaardiging bij de burgerbeweging. Een grote scheur in dat landschap. Eigenlijk vanaf het Amerika-dok helemaal tot aan de Schelde. En dan is er eigenlijk heel wat gewerkt geweest om dat toch te verbeteren. We hebben een heel pak oefeningen gedaan, waarbij we zeggen, oké, misschien kan ooit nog wel een stuk van die knoop of van die verbinding overkapt worden. En maar vandaag doen we dat niet. Maar hebben we toch al een klein beetje kleiner gemaakt. Of belangrijk, en een belangrijk gebouw, namelijk de Samgasilo, kunnen we dan redden. En dat is, dat is eigenlijk waar het project stond in 2018. Dus als je er toen bij was, die projecten die je toen gezien hebt, gaan eigenlijk uit van dit scenario. Waarbij het wel zo is dat wij daar een piste in bekeken hebben, waarbij we toch een stukje van die knoop zouden kunnen overkappen. En dat was dan deze versie. Maar dat was niet de versie die geselecteerd was. We hadden daar toch een minimale geselecteerd, die ik daarnet toonde. Die ging het worden. Maar dan is het eigenlijk onder meer dankzij toch de grote druk van onder meer Ringland en dan de goede samenwerking met Atlantis en collega's enzovoort, zijn we erin geslaagd om daar toch nog een heel andere kwaliteitsniveau in te leggen. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Dus dat is het project dat nu in de bouwvergunning is gebracht. Dan zie je dat die scheur van destijds die is eigenlijk helemaal dichtgenaaid. En daar blijft een beperkte opening, een soort van paperclip-achtige opening. Die is onvermijdelijk. De functie van het op- en afrittencomplex heb je op een gegeven moment ook niet in vraag gesteld, omdat het wel degelijk een logica heeft dat je zo vermijdt. Namelijk dat je havenverkeer, in plaats van via de luchtbal en Merksem, dat je die havenverkeer totaal niet meer door de stad moet brengen, maar rechtstreeks hier de ondergrond in laat gaan. Maar de essentie is hier dat je ziet dat er het grotendeels overkapt is, behalve de op- en afrit zelf, en dat we eigenlijk een serieus parkproject kunnen doen hier. En wij zien dat als een stiltegebied,
een groot, mooi, prachtig gebied waar eigenlijk niet helemaal doorontworpen wordt. We hoeven hier geen fancy stedelijk park te hebben, maar een soort van wildernis, stiltegebied, maar daar dan wel de volle kans en ruimte aan geven. Voilà. Dus dat is, boven zie je waar we van kwamen in 2016. En vandaag zie je dan waar het vandaag staat, dankzij de vereende krachten en inspanningen van velen. En ik wil hier dus echt die speciale shout-out ook naar Engeland zeker voor doen. Ga eens kijken naar de Groenendaallaan. Dat is de situatie zoals dat is vandaag. Dat herken je natuurlijk. Je ziet hier de viaducten, die komt over de rechts op de teken. Op de foto komt die boven het Albertkanaal. En dan komt hij langzaam op de grond. Maar eerst gaat hij nog over de Groenendaallaan, die je eigenlijk een beetje ten links van het midden van de foto ziet. Plus ook het station Luchtbal. Belangrijk station voor de regio. Dat is wat je hier hebt. Dit is het project zoals we het dan ontvangen hadden in 16. Waarbij, ja, je ziet daar nog een tunnel van onder het kanaal komen. Gaan daar een heel pak snelwegstroken en op- en afritten gaan daar wiren daar open en takken aan op de Groenendaallaan. Dat is één grote open zone, eigenlijk nog wat breder dan vandaag. Maar ook op de Groenendaallaan toch wel een heleboel moeilijke verkeerssituaties die daarvan het gevolg zijn. En dan hebben we eigenlijk het team van Buur, heeft in de wedstrijd van 17-18, hebben ze eigenlijk een ander ontwerp gemaakt, dat eigenlijk een grote lapoverkapping voorzag hier. Eigenlijk een overkapping van ongeveer een kilometer, weliswaar met een opening erin, die te maken heeft met het feit dat je onder het Albertkanaal bent geweest. Zij slagen erin om die opening nog eens in te pakken, dat zie je hier, om die in te pakken met een soort van serre-figuur. Deze hier, en dat is een serre. Waardoor dat je dat ook niet zou zien, maar dat er eigenlijk een civiek monument zou komen in het midden van je park. Dat was eigenlijk een goed project. En dat project is ook geselecteerd. Dat is eigenlijk een van de grote overkappingsprojecten die geselecteerd is. Waarom? Omdat de redenering was, ja, ten eerste, hier heb je aan beide zijden symmetrisch mensen die daar dichtbij wonen, in Merksem, in Luchtbal. En je hebt hier ook een grote knoop, een Luchtbalstation. Dat wil zeggen, dat is een goede plaats om straks verder te verdichten. Maar dat wil zeggen dat we er nu ook een goed park moeten voorzien. Dus dat is een beetje de redenering geweest. En ik sta daar nog altijd helemaal achter, ook. Ik vind dat juist. Maar dan ziet je wel, ja, ik ga nog even terug, dan ziet je dat er hier nog wel een aantal problemen zijn. En een belangrijk probleem, dat wil ik hier eventjes aanduiden, dat is dat je eigenlijk met die op- en afritten hier boven komt, van de snelweg, met die bretellen. En dat is op zich niet slecht. Hè. Dat is al een model van, nu ga ik u misschien in de war brengen, maar dat eigenlijk noemt dat de Hollandse knoop. Dat is zo'n strakke, zo'n bretellen, die strak tegen het. Maar je krijgt dus telkens twee keer een kruispunt, een lichtregeling, fietsers op de Groenendaallaan, maar een camion die van op de snelweg komt, het is toch niet zo evident. En dus hebben eigenlijk in scrum-sessies met alle partijen een heel fijn nieuw ontwerp tot stand gebracht. En dat is eigenlijk dit ontwerp. Nu moet ik u vragen om eventjes abstractie te maken van de serre. Die staat er niet ingetekend, dus die zone rond dat gat, dat gaat zeker nog wijzigen. Maar daar blijft wel een opening, maar we kunnen daar ook wel rondbouwen. Daar is hier niet op gefocust. Hier is gefocust op een veel beter kruispunt maken. En wat je hier ziet, is dat we die Groenendaallaan, we gaan die een klein beetje verlagen. Ja, dus maar een tweetal meter, die gaat niet afzinken of zo, die gaat gewoon een klein beetje verlagen. Waardoor dat we ook zonder al te veel moeite met het park een klein beetje kunnen verhogen en daarover kunnen gaan. En dat is het teken die je hier ziet. Dat is eigenlijk, ik ga dat toch even aanduiden. Dat zie je heel goed op die maquette. Dan zie je eigenlijk de passage erover. Dus ons park, dat vroeger in de vorige versie nog onder de Groenendaal ging, kan er nu vlotjes over. Maar vooral, een ander belangrijk voordeel is dat je, als je hier met je vrachtwagen uit de snelweg komt, onder de kap daar, dan komt hier boven toe, je kruist niet meer met de fietsers. Want de fietsers, die zitten eigenlijk, die rijden hier, en die rijden hier gewoon op dat paadje, en die gaan gewoon over het kruispunt. Die gaan erover, omdat je die kleine verlaging, die kleine verhoging doet, vermijd je eigenlijk gewoon dat je zelfs nog maar een conflict hebt. En dus je krijgt een soort, je hebt een park en er loopt een parkway door en er loopt een parkbrug over en die fietsers die fietsen gewoon door het park. En we zijn erg fier op deze oplossing. En dus wat je eigenlijk doet, is het gevoel dat de snelweg, die twee bretellen van er juist, die hier zitten die nog zo. En dus nu gaan die eigenlijk, die komen hier zo toe. Worden eigenlijk samengebracht.
En dat is een moeilijke operatie, maar dat gebeurt onder de grond, dus dat zie je niet. Maar er wordt één kruispunt in plaats van twee kruispunten. En dan nog eens op een manier dat er geen conflicten meer zijn. Dus dat is denk ik ook een grote evolutie. En dat is het project dat nu in de OVA zit. Dan gaan we naar de volgende. Ja, dat ziet je nog even in sneden hier. De snede van destijds in 18 en de toch wel sterk vereenvoudigde snede die vandaag in het project zit, heeft er ook mee te maken dat er af en toe een rijstrook wegvalt in het finaal project voor Oslo, waardoor alles iets rustiger en makkelijker inpasbaar wordt. Zeker ook voor wat betreft de tunnels onder het kanaal. Dan kijken we naar de zone van het Loobroek-Dok. Dat is het project zoals we het ontvangen hadden. Eigenlijk een, op zich een kans om hier een grote parkzone te voorzien, omdat men de snelweg dus daar al zo diep ligt, dat je toch al sowieso een stuk open hebt, maar dan een grote open sleuf tot aan het Sportpaleis. Daar hebben we verschillende projecten voorzien. In principe kan die zone grotendeels overkapt worden, behalve dat er toch wel een opening nodig blijft, altijd in deze zone, vrees ik. Het stuk wat uiteindelijk is geselecteerd, is de hele zone rond van het Sportpaleis tot het Slachthuis. En een verbreding rond de zone aan de Samberstraat. En dat is eigenlijk de tekening die je hier ziet. Dat is de plek dat toen, dat zijn de puzzelstukken die toen geselecteerd zijn geweest. Waarbij ik ook moet toch opmerken dat er hier ook een vrij brede zone is. Dus de zone ten, ja, het is wel moeilijk om eraan te geraken. Die zone hier, dat is een zone die ook een breedte heeft van 50, 60 meter, als het niet meer is. Die is ook een soort robuust is als een stuk park aan het Albertkanaal. Dus je moet je echt voorstellen dat alles wat er vandaag is in die zone straks, als je uit de Samberstraat komt, gewoon, ja, het is gewoon een echt een parkgebied. Next. No. En dat is eigenlijk zoals het nu ook in de bouwaanbraak zit. Dan hebben we de verbinding van het project van het Schijn. Dat is het bezuiden hiervan. Dat is de situatie zoals het vandaag is. Je ziet hier al het voor een stuk heraangelegde Schijn. Het pompstation zie je daar staan. Maar dat is het project zoals we het ontvangen hadden. Daar is een grote, grote kwestie natuurlijk, want dat is een snelweg die hier ook nog eens met een verbindingsweg, dat wil ik hier toch aanduiden, van hier zo, de Noordersingel verbindt met de Schijnpoort zelf. Daar was een plek geselecteerd om dat hier te overkappen, om hier een kapstuk te maken en om hier een stukje kap al te voorzien. Maar we bleven met een groot probleem zitten hier. En dat is eigenlijk dat die verbindingsweg, dat je eigenlijk hier de Tenekovallei hebt. En die Tenekovallei, die is eigenlijk niet, die krijg je niet goed. Dus eigenlijk in die verbindingsweg die daar te dichtbij, dat overkappingetje daar van die verbindingsweg begon ook wel te klein te worden als we alle veiligheidsparameters voor ogen hielden. Dat was eigenlijk geen goede oplossing. En we blijven zoeken, blijven werken erop. En dan is er uiteindelijk een andere oplossing uit de bus gekomen, waar we allemaal erg gelukkig mee zijn. Oeps. Ik zal hem zelf even controleren, hoor. Dat is eigenlijk wat je hier ziet, is dat de verbindingsweg om naar de op- en afritten van de snelweg te geraken, dat die eigenlijk aan de zuidzijde gelegd, aan deze zijde gelegd is. Hè. Dus waardoor je achter het Tenekovallei een parkzone krijgt van toch wel echt 100 meter breed, waar we ook bepleiten dat die Tenekovallei zich kan openmaken naar dat park. 100 meter breed, dat is de lengte van een voetbalveld, maar dan in de breedte. Waardoor je effectief hier heel die zone van het rivier Nof naar het noorden kunt trekken tot hier in één grote beweging. En daar hebben we nog niet eens over kapt, wat natuurlijk ook moet gebeuren. Maar dus gewoon door dat intelligenter te leggen en die verbindingsweg weg te halen, krijg je daar een groot stuk park. En daar kun je dan de ringfietspad, dat is die rode figuur die je daar ziet, dat is het ringfietspad, die loopt daar dan ook verder op door. En dan zie je eigenlijk hier wel een mooie continuïteit ontstaan tussen een groot park ter hoogte van het Sportpaleis en een groot park ter hoogte van de Tenekovallei en zuidwaarts. En dan zie je bijvoorbeeld, ik weet niet dat jullie dit herkennen, maar dat is een afrit met een auto van de snelweg noordwaarts naar het Sportpaleis. Dat ziet je daar vlak voor je, op het einde in de distance. Dat is wat dat daar is vandaag. Dat is echt geen prettige situatie, schijnbaar ook helemaal niet. Dus al die wegen gaat daar weg. En wat je krijgt in de plaats daarvan is eigenlijk dit soort situatie. Dus dat bedoel ik echt met de verparking van heel dat gebied, zelfs nog zonder overkapping. Dan zit je hier ook die
Wat je hier links ziet, is een grote fietsbrug van het ringfietspad. Hè, 6 meter breed, groot ringfietspad, conflictvrij, heel de stad door. Dat hier ook over de Schijnpoortweg heen gaat en aantakt bij de fietsbrug die vandaag al gebouwd is. En die je hebt die misschien zien gelanceerd worden de voorbije weken. Ook hier, dat kent je, Schijnpoortweg met de viaduct van de snelweg, vandaag en dan het toekomstbeeld. Hier eigenlijk zie je, de snelweg is weg en er is enkel nog een fietsbrug die oversteekt. En eigenlijk is dit een stedelijke boulevard geworden. En dus ik kan dat niet genoeg benadrukken. Door die verbindingsweg en door de Noordersingel, dat verkeer is hier weggehaald. En dat zit gewoon elders voor een stuk. Ja. Ik ga nog even naar de vorige. Wat je hier interessant om hier te zien, dat kent je het nieuwe pomphuis van het Schijn. Zoals het is vandaag in het midden, zoals het was met die verbindingsweg, zoals het destijds nog in onze wedstrijd zat, en vandaag hier rechts, zoals het nu is, in onze visie. Dus wij hebben nu een jury gedaan die eigenlijk voor elk van deze parken een ontwerper heeft aangesteld. Sorry, ik ga nog één tekeningetje tonen. Hier, dat is dat breed park, 90 meter breed hier. Dat is niet op de breedste zone. Zoals je het ziet, tekenen we het ook. En het is de bedoeling dat die denivelaties, die hoogteverschillen, zodanig zijn dat eigenlijk het voorbereidend werk is, uiteraard, om daar dan straks ook een kap te leggen. Dat zie je op de tekening van onder. En daar is, ziet je dat het park wordt klaargelegd links, 100 meter breed park, rivieren of doorgetrokken. Maar rechts zie je dan dat eigenlijk ook al gebouwd wordt om gewoon die kap erop aan te sluiten, dus toekomstvast getekend wordt. Goed, dan zie je nog eens hier wat we vandaan komen, boven. Hè, dat was het project zoals we het ontvangen hadden in 16 en 20, zoals het dan uiteindelijk geworden is. Ik moet heel veel de credit hiervoor, voor die verbeteringen, gaan echt naar een heel brede groep. Deze specifieke oplossingen zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsproces met Landis en de Bruggerwegen, maar heel belangrijk ook het Schijnverbond. Hè. Daar is er ook heel hard op gewogen. En heeft het ook mee in dat proces, dat mee door het Schijnverbond is aangestuurd en geduwd, is dat ook de juiste richting uitgegaan. Waarvoor dank. Waarom dit project, dat laatste, zit nu uiteindelijk niet meer in de oven? Dat heeft ermee te maken dat we al dermate veel vertragingen hebben opgelopen, moet je gewoon vooruit. Maar omdat het een rollende OVA is, en dus zoals ik dat zie, we hebben nu zelf de leefbaarheidsprojecten, die 4 leefbaarheidsprojecten, zelf in de markt gezet voor de bovenbouw. En in onze opdracht is het getekend zoals u het hier ziet. En ik hoop dat het ook wat vertrouwen kan geven dat de OVA is ingediend, maar wij zijn gezamenlijk aan het werken, gezamenlijk, ook met Landis, aan de onderste oplossing waar die verbindingsweg op een minder storende plaats ligt en je echt het noordelijk Schijnpark krijgt. Dank u wel. Oké, dank u wel, Alexander. Dan gaan we aan André Loeks vragen of hij zijn licht wil laten schijnen over deze toelichting van Alexander. En aansluitend bij André geven we het woord aan Manu Klaes van Straten-Generaal. Oké, dankjewel. Ik mag beginnen zeker. Ja, ik ben hier de buitenstaander. Eigenlijk heb ik hier geen zaken mee, maar wel wat hier gebeurt. En dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Voor eerst moet ik proberen mijn eergevoel als prof die zich heel zijn leven met stadsvernevingsprojecten heeft bezighouden of proberen bezig te houden. En ook als niet-Antwerpenaar moet ik proberen mijn jaloersheid een beetje te bedwingen bij al wat ik hier zie. En het eerste wat ik moet zeggen is, ja, kijk, geluk wensen. We zijn nog maar halverwege, hè, onze omgang van de stad. En als je ziet wat hier al naar voren gebracht heeft, er is ontzettend veel werk afgelegd. Niet in galop, hè, maar bij hindernissen en vertragingen en losliggende stenen, en weet ik veel. Heel wat kwesties zijn ontward. Het Noordkasteel, de Groenendaallaan, er is daar het Sportpaleis vooruitgang aan de Schijnpoort. Om nog maar te zwijgen van de linkeroever. Hè. Dat was eigenlijk in het begin zowat het kneusje, het restgebied, die van de overkant. En nu zijn ze eigenlijk koplopers. Er is ook onderweg heel wat geslikt, heel wat tanden geknarst, heel wat frustraties en eigendunk gebaseerd. Maar ik denk dat het globale beeld bij wat Team West en wat Xander hier geschetst heeft, niet anders kan zijn dan voldoening en fierheid van al wie eraan gewerkt heeft. Dat neemt niet weg. Dat ik volg dit al sinds 2014. Dat er een soort ongerustheid is die maar niet weg hebt.
en die ik toch even zou willen naar voren brengen. Dat heeft te maken met ook mijn stomme semantische kwestie. Ik heb wat ruzie met de term leefbaarheidsprojecten. Maar ja, what's in a name? Maar wat mij daarin stoort, is dat heel die inspanning die Alexander hier toont, dat dat zou moeten dienen om eigenlijk een zwaar infrastructuurproject, een snelweg door de stad Wurmen, leefbaar te maken. Leefbaar, maar voor mij gaat dat hier niet om leefbaarheid, maar om omgevingskwaliteit. En heel wat van de dingen die je gezien hebt, zijn eerder leefbaar. Brengen elementen van echt levenskwaliteit en omgevingskwaliteit naar voren. Maar zo projecten lijk bermen en geluidsschermen, die komen mij nog altijd een beetje over als zo, stille stappen ter vervanging van de volledige overkapping die er nooit zal komen. Zo trekken van de voor om geleidelijk aan met bermen en geluidsschermen die zeer goed gemaakt zijn en geplaatst zijn, te troosten. Als ik dat dan op vergaderingen naar voren breng, dan klinkt het stevast in koor. Nee, dat is absoluut niet waar. We zijn allemaal voor de volledige overkapping. En dan gaan we verder met de dagorde van de vergadering. Nu, ik heb deelgenomen ook aan die jury. 3 dagen was dat. En dat was echt straffe kost. Mag daar ook niks over zeggen, dus ga ik er niet veel over zeggen. Behalve dat, en je zult dat zien, hè, de gunning is nog bezig, dus we kunnen dat niet tonen. Maar daar ligt daar inhoudelijk werk van grote kwaliteit voor. Door de verschillende groepen bedacht. Dat die op tafel ligt. Het zijn geen projecten van een beetje van dit en een beetje van dat. En veel groen als camouflage om de snelweg te verbergen. Maar het zijn projecten die vrij extreem zijn. En die eigenlijk naar mijn mening het evenwicht tussen zware infrastructuur en omgevingskwaliteit eigenlijk kunnen instellen. Tenminste op verschillende plaatsen die daartoe doen. Noordkasteel, Groenendaallaan, Schijnvallei enzovoort, maar eigenlijk niet op alle plaatsen. En ik heb de indruk dat naarmate ik meer en meer kwaliteit zie, ook meer en meer een aantal lacunes storend vind. Een aantal ontbrekende puzzelstukken. Een aantal van de projecten die nu als reserveproject nog een beetje op tafel staan, maar ook een aantal die eraf gevallen zijn. En het gaat niet om een soort onderste van de kan willen halen. Het gaat om die lacunes, dat ontbrekend stuk dat meer en meer begint te ontbreken, omdat de rest kwalitatief ingevuld wordt. En ik heb het dan vooral over 2 genres. De reserveprojecten, of een aantal van de reserveprojecten, en niet eens de moeilijkste, hoor, niet eens degene die complexe kruispunten overbruggen, maar een aantal reserveprojecten die zeer doen, omdat zij bij dat Olympisch Minimum geraakt zijn. Ik heb het over het Groene Hart bijvoorbeeld, tussen Luchtbal en Merksem, de Groene Brug over het Albertkanaal, de Kap over de Kalverwei, de zuideroever van het Albertkanaal, die Zwaaikom enzovoort en nog een aantal andere dingen. En opnieuw, het gaat niet over een soort maximalisme, het onderste van de kan. Het gaat over een aantal lacunes, een aantal zwakheden, die eigenlijk de grote verdiensten van wat daar al gepresteerd is en nog gaat gepresteerd worden, en al die kosten en moeite die dan nog gaan gepresteerd worden, die dat eigenlijk een beetje beschadigen. En ik denk dat het de moment is om dat te sprake te brengen. Om dat opnieuw eens een soort round-up te maken van waar staan we? Welke puzzelstukken zijn nu oké? Hoe ver staan we? Hoe ver gaan we de volgende 6 maanden geraken met dat ontwerper? En wat zijn een aantal dingen die ontbreken? Zowel op gebied van die reserveprojecten als op gebied van een 2e genre. Van projecten wat mij betreft, die ook in de presentatie van Alexander een beetje eraf gevallen zijn, namelijk de nerven. De nerven is eigenlijk een 2e genre van interventies. Je hebt alle dingen langs de ring, overkapt of niet overkapt, bermen en schermen en overkappingen en bruggen. En je hebt dan alle dingen, de verbindingen dwars op de ring. Maar dat zijn eigenlijk degenen die die grote ringfiguur moeten binden aan de stad, moeten verankeren in de buurten. Moeten brengen tot op je straat, tot op de speelplaats van je kinderen, tot aan je voordeur.
En die nerven zijn naar mijn mening een beetje te stomp, te kort, te botsen op eigendomstructuren. Daar is minder op gewerkt en met minder schwung aan gewerkt, naar mijn mening als buitenstaander, dan aan de grote lijnen van de overkap. En beide denk ik dat het de moment is om die nerven en om die reserveprojecten die hier en daar van tafel gebracht zijn, opnieuw eens ter tafel te brengen in een soort round-up. Halftime, waar staan we nu? Om dan de nieuwe fase van het ontwerpwerk dat gaat komen en het denk- en overleg- en rekenwerk dat nog moet komen in te luiden. Voilà, dat is zo een beetje wat ik... Maar Ja, het klinkt misschien als kritiek, maar dat is eigenlijk dezelfde tijd een kritiek die een bewondering voor wat er reeds gepresteerd is wil zeggen. Voilà, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is wat ik hier naar voren breng. Hier, wat ik nog even wou zeggen, voor we gaan naar de... dit is toch een reactie op wat André aangaf. Dat ik... Ja, het mag toch niet blijven bij permanente schermen. Nee, uiteraard niet. Ja, maar toch even... ik wil dit even tonen. Ja, wat dat we doen, is eigenlijk... En dat is voor mij de essentie. Is we maken een ring rond voor fietsers. We bouwen eigenlijk een soort van groot ringfietspad. Hier hopelijk in Brugge. Hè, en in de andere zijde hier aan de Oostel in Tunnel. Uiteraard met spaken. En eigenlijk is dat een totaal nieuwe 21e eeuwse infrastructuur. Voor ontsluiting, die eigenlijk... Dus je hebt snelweg, je hebt spoorweg, en nu hadden dus deze ringinfrastructuur voor fietsers. Dat was eigenlijk een belangrijk gebaar. En dat overal op die ring vlot krijgen, is een kernmissie. En dan, en dat zit dus op alle projecten. En dan moeten wij ook zorgen dat die maatvoeringen, dat die kloppen op alle projecten. Dat dat op elkaar aansluit. En wat we er juist bekeken hebben, is eigenlijk de figuur van het grote park van de Noordoostzone. Park vanaf de Rivierenhof tot aan de Oude Landen. Dat is een heel grote figuur. En heeft natuurlijk André ook gesproken over de nerven enzovoort. Dat ben ik ook helemaal mee eens. Daar gaan we straks op in. Maar het is de bedoeling om op dit soort schaalniveau echt grote regionale figuren waar te maken die stad longen geven. Hè. Dat is echt wel... En als er eens een opening in zit, eigenlijk... Voor mij is dat een punt in de zin. Dat is inderdaad, dat is niet ideaal. Hè. Ideaal is dat we nooit geen opening hebben. Maar ze zijn onvermijdelijk. Maar je krijgt dus accidenteringen. En dat is geen probleem. Wat belangrijk is de continuïteit van die grote parken en die grote longen. En af en toe zit daar een keer een groot plein. En af en toe zit daar een opening in. En af en toe zit daar iets anders in. Dat is nu eenmaal zo. Maar de grote figuur is toch wel waar we duidelijk uitgesproken voor gaan. Ja, dank je wel voor je uitleg, André. Ik kan daarop voortbouwen. We hebben een aantal ringparken zien passeren, gepresenteerd door verschillende mensen. En de Ringpark West is eigenlijk een speciaal park, in die zin dat we hebben daar moeten inbreken in een reeds afgerond project, maar in een vergund project. De snelweg ligt verhoogd, zoals Maarten heeft gezegd, of op een talud of op een maaiveld. En we hebben ook moeten streven naar het maximum eruit te halen wat leefbaarheidsprojecten betreft, zonder wezenlijk te gaan overkappen daar, op een ecoduct links en rechts na. Dus er is ingezet op geluidsschermen, op bermen, op het versterken van het fietsnetwerk, op landschappelijk parkontwerp. En we hebben toch wel met z'n allen het gevoel dat daar heel sterk werk geleverd is, sterk resultaat. Zeker ook dankzij de samenwerking met de gemeente Zwijndrecht, die daar ook een serieuze inspanning heeft geleverd aan de overlegtafel. Het boeiende daaraan is dat we uit het doorlopen proces voor Ringpark West waarschijnlijk veel lering kunnen trekken voor andere delen in en rond Antwerpen die niet meteen zullen inzetten op het overkappen van snelwegen, maar wel op het inwerken van die snelwegen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Noordrand, dat is ook deel van het Toekomstverbond, haventracé, grote delen van het haventracé. Waar we niet zullen overkappen, sommige stukken, en waar dan toch de Zwijndrechtse aanpak kan gehanteerd worden. En dan zijn al die ringparken op rechteroever gepasseerd ook. Daar zaten we comfortabeler. Daar hadden we nog greep op het verloop van het projectmer. Daar konden we ook nog werken aan de bouwaanvraag. En daar konden we ook de eerste wezenlijke overkappingen al meenemen. En ter voorbereiding van die bouwaanvraag
zijn er het laatste anderhalf tot twee jaar een ellenlange reeks van zogenaamde scrum-sessies georganiseerd, waarbij we ingezet hebben op het zo compact mogelijk krijgen van de onderbouw, lees de snelweg, en al een eerste ruwe versie van de bovenbouw uitgewerkt krijgen. En wat bleek bij die scrum-sessies rond de onderbouw? Dat we heel vaak vastzaten. Verschillende opinies, verschillende technische benaderingen, maar dat we ook telkens tot een doorbraak gekomen zijn. En dan ging het over bijvoorbeeld knopen compacter maken, spelen met niveaus, zoals Alexander heeft aangetoond rond de Groenendaalaan. Het verplaatsen van wegen is, niet alleen de verbindingsweg, maar ook aan het Noordkasteel hebben we de hele cluster van de wegen die naar de Noordkasteelbrug gaan, bijvoorbeeld verlegd. Het gaat ook over het inpassen van grote fietsverbindingen. Het gaat over overkapping toevoegen, zo maximaal mogelijk. Het gaat over rijstrokendiscussies. Dus dat is allemaal de revue gepasseerd in die scrum-sessies. En ja, dat heeft geleid tot de voorliggende bouwaanvraag. En dat wat de bovenbouw betreft, Alexander heeft dat ook vermeld, er zijn de eerste ontwerpoefeningen geweest in 2017-2018. En die worden nu verder verfijnd in die mini-competities. Maar daar blijft het niet bij. Dus voortbouwend op wat André heeft gezegd, beseffen de burgerbeweging ook wel dat dit niet het einde is van zoals de Oosterweelder finaal zal moeten uitzien. We willen natuurlijk ook inzetten op die resterende gaten in de zone van de bouwaanvragen dicht te krijgen. En dan wel binnen de timing van de gefaseerde werken, dus voor 2030 ook. En wat wij noemen werk met werk. Dat betekent als we deze Oosterweel bouwen, ja, dan kunnen we evengoed ook in die resterende lacunes, zoals André dat heeft gezegd, kunnen we ook streven naar het reeds dichtleggen van die gaten. De belangrijkste gaten, ik zal eens een opsomming geven, omdat dat toch belangrijk is ook. De belangrijkste resterende gaten, dat is de Kap-Kalverwei. Daar is een sleuf, loopbroekdok. De kostprijs daarvan, van het dichtleggen, is 124 miljoen euro. Een ander gat is aan de Hollandse Knoop, zogezegde waterpark. Als we dat dichtleggen, kostprijs 63 miljoen euro. Het Groene Hart waarvan sprake tussen Luchtbel en Merksem, kostprijs 225 tot 245 miljoen euro. Dus het zal niet alleen een kwestie zijn van het proces om technisch en qua engineering richting bouwaanvragen daarvoor te werken, maar ook richting budget te vinden. De bedoeling is natuurlijk om op het einde van de rit één groot park te hebben van Luchtbel tot aan Deurne. En om af te ronden, er is ook een vraag binnengekomen, verschillende vragen rond, ja, hoe zit dat nu met hoeveel kilometer overkappen we nu al met al die ringparken die vandaag voorliggen? Ik heb in de Gazet van Antwerpen voor het weekend gezegd, we hebben ongeveer 3 kilometer van de 12 tot 15 kilometer die we nu al dichtleggen. En hoe kom ik daaraan? Wel, de ring van Antwerpen is 12 kilometer. De ambitie is om die volledig te overkappen. Als je de ring samentelt met de E313 ten zuiden van Trivierenhof, waarvan wij ook hopen dat we die ook op termijn kunnen overkappen, komen van 14 kilometer. Als we daar nog het Noordkasteel aan toevoegen, hebben we 15 kilometer. En als we ook nog de zone van de Jan de Voslei en de ecoduct aan de linkeroever eraan toevoegen, dan hebben we 16 kilometer. Of zo je wel, in twee richtingen, 32 kilometer. Wat doen we vandaag? Ringpark Noordkasteel is 950 meter. Ringpark Groenendaalaan is 700 meter reeds overkapping. Ringpark Loobroekdok is reeds 500 meter overkapping. Reken ik nog 100 meter onder het Albertkanaal erbij. Dan hebben we de kap aan het Sportpaleis, dat is 450 meter vandaag, en Hofterlo 100 meter. Dat is 2,8 kilometer samen. Dus we hebben ongeveer 3 kilometer van de maximaal 15 kilometer die nu al meegaat. En uiteraard gaan we inzetten op, zoals ik heb gezegd, op het maximaal overkappen van de gaten die nog resteren. Dus ik denk dat we dat we een goede fond hebben nu en dat we vertrokken zijn voor een aantal boeiende jaren, verdere jaren. Oké, dankjewel. Maar nu, zoals de voorbije weken, kunnen jullie ook vanavond live jullie vragen stellen in de Q&A. Jullie kunnen die zelf ook volgen, dus als je vindt dat daar een interessante vraag tussen zit die zeker beantwoord moet worden, dan kunt je die vraag een duimpje geven en dan doen we ons best om die vraag nu ook live te beantwoorden. We hebben er nu al twee vragen uitgekozen die we nu hier gaan beantwoorden. De eerste vraag is een vraag van Jan de Laat. Ze zei nog wat Alexander zei, hoezo havenverkeer... Het verspringt hier even. Hoezo havenverkeer langs de Oosterweeltunnel?
zei Alexander daarnet. Werd dat niet omgeleid via de A102? En wordt dit geen stedelijke tunnel voor stedelijk verkeer, zoals afgesproken in het toekomstverbond? Ik geef even het woord aan Peter. Ja, op mijn beurt ook goedenavond. En de bekommernissen kennen we en zijn zeer terecht, maar we moeten een duidelijk onderscheid maken. Omdat de knoop aan het Noordkasteel uiteraard bestemd is voor de bedrijvigheid die daar vlak in de omgeving ligt, Scheldelaan en dergelijke, maar helemaal niks afdoet aan het hele verhaal van het haventracé, van de A102 en 2, wat er allemaal bij hoort, die inderdaad de grote verbinding moet maken, of de grote ring rond de stad moet maken voor zwaar verkeer, doorgaand verkeer, havenverkeer. En daar hebben we het, denk ik, 2 weken terug over gehad. Ik kom er straks nog heel kort op terug. Zoals ik straks ook terugkom op het verhaal van de gaten, maar nu heeft er al iets over gezegd, maar dat is voor straks. Maar dat was nog een tweede vraag, ik dacht over de Hollandse knoop. Ja, een vraag van Joke. Voor de schijnpoortknoop is het wel belangrijk om te zeggen welke versie in de omgevingsvergunning zit en wat de bedoeling is met de tweede aanvraag die daarbovenop zou gelegd worden. Ja, en die vraag ging nog samen met een vraag over een tram in de Bisschoppen of Vlaan, allemaal een beetje in diezelfde omgeving. Zoals Alexander het verhaal verteld heeft van de evolutie sinds 2014, 15, 16 en tot vandaag, dan weten we dat het een evolutie is die blijft doorgaan. En goed, dat was dan de vaststelling. De hele discussie rond de Hollandse knoop was niet afgerond of niet tijdig afgerond om ze nog in de vergunningsaanvraag te krijgen. En dan was de kwestie, gaan we die dan helemaal uitstellen of niet? Ik denk dat we daar van oordeel waren dat dat niet nodig is of niet de beste methode. Er zijn afspraken gemaakt. Er wordt op verder gewerkt. Binnenkort wordt er een team aangesteld om dat hele schijnpark in die omgeving, ook de omgeving Sportpaleis, nog verder door te ontwerpen. Dus dat wordt daar zeker in elk geval op doorgegaan. En eigenlijk is het verhaal van Ringpark West daar een mooie illustratie van. Daar waren de werken aan de aannemer gegund, die was volop bezig met de uitvoering. En toch heeft men, wij allemaal samen, de overheid mee, beslist uiteindelijk om de engagementen van het toekomstverbond ook op het linkeroever ineens mee te nemen. En daar is dus onmiddellijk gestart met het werk wat Maarten heeft voorgesteld om een aantal aanvullende projecten, het hele verhaal van de bermen en schermen, om dat daar te introduceren. Dus dat wil zeggen dat ook in een lopende werf aanpassingen kunnen ingebracht worden. Daar worden dan de correcte procedures opnieuw voor gevolgd. Maar dat is dus in die zin heel duidelijk. Dat heeft ook Hellemans op het eerste webinar ook nog eens duidelijk gezegd. Oké, nu zit dit. De oude versie zit nog in de vergunningsaanvraag. Er wordt dan doorgewerkt. En we zullen tijdig de wijzigende vergunningsaanvraag indienen om dan, wanneer we helemaal weten hoe dat die Hollandse knoper zal uitzien, hoe die verbindingsweg er in detail kan uitzien, hoe het volgende ontwerpteam daar ook nog verder kan op werken, hoe we dat dan allemaal inschuiven in dat hele verhaal. En ik denk dat hetzelfde geldt voor de bekommernis van Dirk, geloof ik, over de tram met de Bisschop van Vlaam. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. De doortrekking of in gebruikname van de premetro onder Stuivenberg. De doortrekking daarvan als tramlijn over de Bisschoppen of Vlaan richting Schilde. Dat is ook iets wat vandaag volop in discussie is, waar we rond bezig zijn. En wat dus evident ook moet geïntegreerd worden wanneer we die volgende ontwerpstap zetten rond de omgeving van de Hollandse knoop van Schijnpoort. En ik denk dat daar het verhaal eigenlijk de bottomline een beetje blijft, wat Alexander heeft toegelicht. We hebben stelselmatig op al die projecten structurele verbeteringen kunnen doorvoeren. En we stoppen daar niet mee. Voilà. Ik zal er ook even bij zeggen dat we sommige vragen bewust nog niet nu antwoorden, omdat die zo dadelijk nog aan bod gaan komen bij de presentaties. Ik zal er misschien nog één uitpikken die toch wel wat likes krijgt. Een vraag van Ahmed Azouz. Zal de stad Parkspoor Oost als sportpaleisparking aanhouden? Als ik dat moet op antwoorden, het project van Spoor Oost maakt geen deel uit van alle werken rond de ring en de opdrachten die Lantis op dit ogenblik heeft. Het is dus een stedelijk project. Dat is één. Dus het is een aparte procedure, een apart traject dat gelopen wordt, waar een eigen systematiek wordt afgesproken, procedure enzovoort. Evident is het wel zo wanneer in het najaar het nieuwe team wordt aangesteld voor de hele zone Sportpaleis, Schijnpark, zowel de kant de Rekenoverlei als de binnenkant van de stad,
dat die niet alleen kijken heel eng hè, naar het projectgebied wat Atlantis is, maar dat ook altijd in een bredere context bezien. Dus ook daar de connectie met het Spoor Oost zeker gaan meenemen. En goed, al die projecten worden participatief aangepakt. Die discussies komen daar zeker terug op tafel. En goed, de mensen die de vraag gesteld hebben, neem deel, stel ze daar opnieuw. En het is evident dat we daar ook zoeken naar bredere oplossingen. Deze kan ik misschien wat verwijzen naar terug het routeplan en het hele Modal Shift-verhaal. Een van de belangrijke thema's waar al aan gewerkt is, maar waar nog veel werk aan is, is natuurlijk het hele parkeerverhaal voor de stad. Van waar maken we grote parkeerrides? Worden nu gebouwd verder van de stad? Hoe kunnen we een model ontwikkelen voor de bereikbaarheid van het Sportpaleis dat minder afhankelijk is van directe autoverplaatsing tot vlakbij? Hoe kunnen we dat ook met parkeerride op verder afstand zo goed mogelijk opvangen? Zodanig dat dat daar naar druk in de hele omgeving en naar dus het vrijkomen van wat vandaag de parkingspoor Oost is, ook anders zou kunnen opgevat worden. Oké. Okay.